Dit is een van de meer dan 100 vliegtuigen die elke dag op Schiphol hun wielen tegen de grond drukken. Zodra de toestellen over de startbaan rollen, brengen ze op de luchthaven de wielen op gang van ontelbare grote en kleine wagens die dienst doen bij de vlotte afhandeling van het luchtverkeer. Voor de passagiers staan autobussen gereed die hen van het vliegtuig naar het stationsgebouw brengen. En op de spitsuren van de ochtend, de middag en de avond is de landingstrap nog maar nauwelijks weggereden of er komt alweer een ander toestel aangetaxied dat door de man met de kleurige badges naar zijn plaats wordt geloodst. Direct daarna komt een snelle motorfiets aangereden om de boordpapieren in ontvangst te nemen. De vliegtuigtrap volgt. En bijna op hetzelfde ogenblik is daar ook al het wagentje dat de vuile vaat komt halen en de resten van diners of lunches. Dan arriveert een hele trein van wagentjes waarmee de bagage van de passagiers naar de aankomstloot zal worden gebracht. Vliegtuigen zijn duur en ze moeten hun afschrijving verdienen. Dus direct nadat het toestel leeg is, komen de tankauto's die op Schiphol iedere dag zo'n 600.000 liter kerosine lossen. Ook de technische dienst beschikt over reeksen van wagentjes om eenvoudige werkzaamheden snel te kunnen uitvoeren. En dan krioelt het nog van voertuigen en werktuigen om de vloerbedekking te onderhouden op het platform van onze nationale luchthaven, waar altijd enige honderden mensen rondkarren om alles volgens schema te laten verlopen.